Elke donderdag dan schuif je een beetje dichter bij de radio, want dan laten we een strip echt worden. Die komt helemaal tot leven. En dan nodigen we altijd een actrice of een acteur uit. Vandaag is dat Joke de Bruin. En je hebt gekozen voor Urbanus. Goed, dan het probleem is, we hebben een fragmentje uitgekozen waar Urbanus niet zo heel veel voorkomt. Nee. Maar Euphrasie wel, de mama van Urbanus. Dan mag jij die spelen, Joke. Even kijken, we hadden ook nog een rol voor Nasrin. Ja. Jij mag dan Urbanus zijn. Yes. En ik was dan César, de man van Euphrasie en de vader van Urbanus. We hebben ook onze producer Annemie, goedemorgen. Goedemorgen. De enge baas. Je mag alle rollen doen die niemand anders doet. Ja. Dus je bent ook bijvoorbeeld de vrouw, een theekrantje. Je speelt ook een koe. Een koe. En we hebben ook een verteller natuurlijk. Sportsan, goedemorgen. Goedemorgen, Peter. Ja, vertel eens, waarover gaat de strip? Wel, de toverkol van Tollenbeek, Peter, is de strip van Urbanus die we doen. En daar is Urbanus zelf een minister geworden in het keizerrijk Tollenbeek. En is het ook net groot vuil geweest. En je weet het misschien als Urbanus-volger, als het groot vuil buiten staat, dan is de hele familie van Urbanus op pad om alles te gaan halen. En ze hebben daar ook een zak gevonden met van alles in. En daar ongeveer beginnen we met het verhaal. Met een zak eigenlijk. Oké, okay, ja. Dat is goed. Dan gaan we daar maar beginnen. Euphrasie, wat is dat met uw matot? Dat is zo haar tjoepken bovenop haar hoofd, hè, matot. Dat ik, hè. Waarom hebt je ze rood geverfd? Ja, het is hier vergadering van een boerinnenbond. En die trekken allemaal hun chique kleren aan en de laatste nieuwe moden en zo. Ik wil ook wel eens origineel uit de hoek komen, hè. Ik weet niet of je met uw rode matot zo geweldig gaat scoren, ma. Zeg, kun jij eens nieuw geld van de gemeentekas lospeuteren, hè, voor nieuwe kleren? Nieuwe kleren? Eerzie, je hebt een hele zak kleren meegebracht van aan het zwart winkelke. Ah ja, van toen dat we het grof vuil ophaalde. Urbanus, nu jij toch eerste minister bent, kun je er niet voor zorgen dat het grof vuil elke dag wordt opgehaald? Er zitten nog een valse neus en een stokje in de zak. Voilà, je ziet er al veel beter uit in dat carnavalskostuum. Hier, Euphrasie, nog een borstelsteel onder uw kont en je bent een echte toverheks. Ja, en dan zeg ik hocus pocus pas. Oh, de deur staat open en Euphrasie vliegt op haar bezig. Oh, en Urbanus en César gaan buiten kijken. Die zijn volledig verbaasd. Oh. Hola. César staat daar aan de deur en de dames van de Boerinebond zijn er al. Kom binnen, dames. Ik denk dat Euphrasie er meteen zal zijn en veeg jullie voeten, anders vliegt je op de pijnbank. Amai, sedert Urbanus eerste minister is, begint Euphrasie zich te gedragen als een kak, madame. Ze is al een kwartier te laat. Verdorie, hoe moet ik dat ding besturen? Euphrasie vlogen met haar bezemsteel. Wat is er exact gebeurd, sportstaan? Ja, Euphrasie is helemaal met haar bezemsteel in een koe gevlogen. In de koe haar gat. Maar zeg. Ja, dat is heel speciaal. En dan ben jij nog aan het vliegen daar, blijkbaar, Euphrasie. Mooi zo. Met een koe aan mijn stok. Ja, ja. En dan staan die dames van de Boerinebond zitten aan te wachten op Euphrasie, hè? Ja, straks is ze daarmee de een of andere excuus. Ik moest nog om melk voor de koffie of zo. Ja, ze is binnengevlogen nu. Iedereen ligt daar op de grond. Euphrasie, zeg jij dat? Je ziet er niet uit. Je lijkt wel een toverkol. Ik begin het systeem door te hebben. Mijn toverstokje werkt echt. Hocus pocus pas.